zijn hier bezig met het organiseren en het op poten zetten van de langste vegetarische tafel. We gaan een recordpoging doen. 1500 mensen aan één lange vegetarische tafel etend hier in Amsterdam op het Museumplein. En dat allemaal om te laten zien hoe lekker vegetarisch eten. Waar is dat? Ik heb twee lepels. Er zijn heel veel vrijwilligers hier aan bezig geweest, al dagen van tevoren eigenlijk. Tientallen mensen hebben geholpen om met elkaar een kilo of duizend aan ingrediënten te versnijden, in te koken. En tot vier heerlijke componenten van een vegetarisch, Hongaars geïnspireerde maaltijd te maken. Ik vind dat het vegetarisch eten meer uitgedragen moet worden. Als een koffie. Op verschillende locaties is dat gedaan, die allemaal hierheen gebracht en hier verder bewerkt en warm gemaakt. En dan straks opgediend aan 1500 mensen. Zo. Ja. Heerlijk. Oh, ik vind het fantastisch. Speciaal helemaal uit Nijmegen gekomen voor deze verrukkelijke vegetarische maaltijd. Ik ben part-time vegetariër. Wij eten zeker 3-4 keer per week vegetarisch. Het is zo lekker dat ik bijna mijn vingers erbij opgegeten heb. En vooral ik probeer wel het meeste vegetarisch te eten, ja. Ja. Ik wil graag het recept hebben, want ik koop heel veel bij Ecoplaza boodschappen in Amsterdam. Maar dit kan ik zelf niet zo lekker maken. Dat is de biologische supermarkt. Ja, ja. Van Nederland. Ik ben eigenlijk niet zo goed wat het is. Ja, het is bulgur. Bulgur, jij bent bulgur, even erg fout. Ja, lekker. Zorg er ook voor dat we meer mensen zich een beetje bewuster worden van wat ze eten. Het is voor de eerste keer. Ik heb het via Nijmegen moeten vernemen. Maar ik ben volgend jaar zeker van de partij. Dat het goed gesmaakt heeft. Hè? Ja, het is heel goed gedaan. We zijn er door. En wisten jullie hier vanaf? Ja. Ja, het is makkelijk. Ja. Is het gewoon. Ja, ja, ja. Het spijt me dat ik niet wist dat jullie nog vrijwilligers nodig hadden. Want voor zo'n goede zaak zet ik me graag in. Ja, de Vegetariërsbond die heeft een website en ook een blad en andere uitingen. Waar van alles verteld wordt over vegetarisch eten, hoe je het lekker kan maken, waar je op moet letten. Dus iedereen die hier denkt van nou dat smaakt eigenlijk wel naar meer, die kunnen we inderdaad ook helpen om dat ook in de rest van zijn leven, of zijn dagelijks gebeuren, echt een plaats te geven.